Nou, ik ben Arien Vree, 23 jaar. Ik werk als monteur bij Metalura. Afgelopen juli werkte ik 2 jaar bij Metalura. Ja, Sander en ik zijn echt gericht op de balkon- en terrasbeglazing. Dus dat is echt wat we hoofdzakelijk doen. Nou ja, je komt elke dag ergens anders. Dat vind ik zelf persoonlijk wel heel erg leuk. Je komt toch al snel meerdere keren per week bij een andere klant over de vloer, een andere klus. En elk balkon is weer een andere uitdaging. En zeker met terrasbeglazing vind ik het zelf echt nog veel leuker. Daar komt nog veel meer uitdaging bij kijken. Maar uiteindelijk heb je vaak wel een heel mooi resultaat. Bij Metalura proberen we altijd met vaste teams te werken. Dat houdt in dat ik in dit geval eigenlijk bijna altijd met Sander werk. Daar proberen ze wel een structuur in te hebben. Dat je het best op elkaar ingespeeld bent. Zo efficiënt mogelijk kan werken. En uiteindelijk geeft dat ook het beste resultaat. Als monteur bij Metalura heb je gewoon veel uitdaging. Je kan veel energie uit je werk halen doordat je elke keer weer wat anders hebt. Je hebt geen repeterend werk. Ja, je bent er toch wel technisch bezig. Dus ja, wil je lekker met je handen werken, dan ben je hier absoluut op je plek. En je levert gewoon continu weer wat moois af. Soms denk je, oh, die overkapping ziet er niet helemaal leuk uit. Maar als je dan uiteindelijk het glas erin hebt gehangen, dan denk je van wow. En dat geeft wel heel veel voldoening. Als je monteur wordt bij Metalura, geven ze je echt heel veel kansen. Dat is met name binnen het monteurschap, zeg maar. Dus uiteindelijk stoor je door naar de tweede monteur. En ja, ga je het goed en heb je de capaciteit ervoor. Dan mag je ook eerste monteur worden met een eigen bus. Dat is gewoon leuk dat ze de energie in je willen steken. Om jou uiteindelijk ook, het zij tweede monteur of eerste monteur te maken.